is dat denk ik wel goed zo. Dat is wel goed. Ja, ja? We zijn gewoon twee hele bleke mensen. We zijn twee bleke motherfuckers. Witte boys. Mijn ziel is donkerder dan mijn huidskleur. Welkom bij de stelling van de bleek. Welkom terug bij een nieuwe stelling van de week. Waarin je vrienden van GamersNet telkens één stelling pakken en die gaan ze dan bespreken. En dat is de bedoeling dat jij daar thuis mee kan praten met de stelling van de week. Amador is aangeschoven en mocht je de podcast niet luisteren, Amador heeft een afgelopen podcast een tirade gehouden over games as a service. Dus wij dachten, waarom nemen we dat niet mee als stelling? En zo geschieden. Amador, allereerst welkom. Hi. Ten tweede, welke stelling neem je mee? Ja, games as a service is een vloek voor de game-industrie. Het is een vloek? Een vloek. Wat games as a service zijn of games as a service is? Maakt niet uit. Hoe dan ook, vloek. Het is sowieso kut. Ja, oké, dit heb je al in de podcast besproken, maar hoe kom je daarbij? Want jij bent dus eens met die stelling. Ik ben het zeker eens met die stelling, omdat ik zie dat games die ik potentieel leuk had gevonden, compleet vernacheld zijn door games as a service. En dan heb ik als het laatste voorbeeld het veelbesproken Anthem. Anthem heeft voor mij alle ingrediënten om mij zo lang bezig te kunnen houden. Qua gameplay, qua hoe het eruit ziet. Het is gewoon in principe een Destiny-clone, wordt heel vaak gezegd. Maar daar heb je mij mee, want Destiny heb ik 400-500 uur in zitten, denk ik. En ja, het ziet er gewoon uit als iets wat ik leuk wil vinden. En dan komt het uit en is het één grote teringzooi. Buiten het feit dat er bugs in zitten en ze dat blijkbaar nog een jaartje hadden over moeten doen, is het game ook gewoon helemaal verknipt en te karig. Het is gewoon allemaal ten koste gegaan omdat ze het zo graag allemaal willen. Games as a service, je krijgt allemaal gratis speel wat er al in had moeten zitten. Dat is games as a service als het fout gaat. Ja, maar het gaat te vaak fout. Dat is het probleem. Het probleem met games as a service momenteel is dat ze de playerbase niet kunnen investen omdat het er een te karige basis staat. Iedereen gaat weg en je krijgt met heel veel moeite hoogstens 10-20% van die mensen weer terug als je met een goede update komt. Ja, maar dat is als je launch verneukt. Als je je launch verneukt. En er zijn er veel die dat doen. Ja, want dan krijg je zo'n slecht imago en dan sleept dat even door. En dan is er een mogelijkheid tot zo'n hele redemption arc. Kijk naar No Man's Sky, die natuurlijk was een fiasco, die lancering. Maar uiteindelijk heeft dat wel weer een soort van teruggewonnen, juist omdat ze er bovenop gekomen zijn. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Rainbow Six Siege, wat ook best wel zwak launchte, maar over verloop van tijd as a service groter is gegroeid. Ja, maar dan komt ook dat Ubisoft, die zorgde wel, die gooide ook echt heel veel mensuren tegenaan, manuren tegenaan, om dat op te kunnen krikken. Er zit geen skeleton crew achter. Bij Anthem, ik denk dat het nu al klaar is. EA is er klaar mee. Die hebben denk ik nu nog 3 stagiaires en een of andere gek hebben ze bij elkaar gezet. Jullie zorgen ervoor dat de komende maanden nog wat extra content komt. Hoe jullie doen, maakt me niet uit. Verkoop nog een paar exemplaartjes. En microtransacties. En microtransacties die ook compleet uit de bocht vliegen. Weet je, 10 euro voor een skin. Ja, kom op. In een game van 60 euro. Heb het over een game van 60 euro? Ja, dat en een game dat van 60 dingetje. Euro met zo'n minimale basis is gewoon, ja, het is gewoon bijna crimineel. Ja, oké, maar dan is dan altijd de belofte van, oh, we gaan dat beter maken en we komen er wel weer bovenop. Is dat per definitie dan meteen, zeg maar, slecht? Stel elke game as a service die zijn launch verneukt en het later goed maakt. Stel, dat doen ze allemaal. Is dat een probleem dan? Ja. Nee, kijk, laat ik het zo zeggen. Er zijn al te veel, en dat is dan vooral EA weer, maar er zijn gewoon te veel voorbeelden van mensen die game as a service op een manier doen waar ze zo min mogelijk manuren in kwijt kunnen om het uiteindelijk te kunnen releasen. Zo. Maar ik denk ook aan een Battlefield 5. Er zit gewoon steeds minder in een Battlefield game gemiddeld. En ze hadden zoveel extra dingen, hadden ze dus geteased. Weet je, een Firestorm Battle Royale die er nu pas aan zit te komen. Wat is het? 5 maanden na release. Ze hadden tijdens de release van Battlefield 5 stond nog niet. De practice range was nog niet eens live. Die kwam 2 weken later. Dat is toch bizar? Je zou zeggen dat nog een relatief makkelijke modus is om te implementeren. Dat is toch iets wat er al in moet zitten? We geven het later als blijk van goede wil. Weet je, als je het hebt over Battlefield 5, dan ga ik naar DICE. En als ik naar DICE ga en met mijn gedachten en denk aan games as a service die een beetje botched zijn, dan heb ik ook meteen zoiets van, oh, Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2 was ook een gevalletje. Niet zo fraaie launch, maar
gratis DLC, ja. We maken het goed. En zelfs daarvan is een heleboel niet terechtgekomen. Nee. Zelfs de beloftes die ze hadden gedaan voor de post-release stuff, zelfs die is deels te komen vervallen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat nou gaat met Anthem, wat natuurlijk nou een beetje de hot case is rondom het hele games as a service zijn geflopt of zo. Ja, het irriteert mij gewoon, want je ziet gewoon dat veelbelovende studio's, veelbelovende games gewoon aan onderdoor gaan. Er zijn gewoon voorbeelden en ik heb dat gezien bij een paar YouTubers die ik volg, dat er gewoon het verhaal technisch niet klopt. Er is gewoon geknipt in Anthem, want je zit op een gegeven moment kom je iemand tegen, er wordt je aan voorgesteld, die 2 uur eerder al tegen bent gekomen. Ja, weet je, dat soort gekke dingen. Je merkt gewoon, sommige bedrijven die denken van, nou weet je wat, we halen dit eruit en dan kunnen we daarna wel als een story update een keer gratis weggeven. Ja. En ondertussen raak je je playerbase kwijt en je krijgt ze niet meer terug, omdat ik heb die roadmap ook gezien. Roadmap, dat is ook verschrikkelijk. Wat is er mis met een roadmap? Spullen die er alleen aan moeten zitten krijgen over een jaar. Nee, maar Je focust wel heel erg alleen op Anthem. Nee, maar er zijn meer. Ik bedoel, Apex Legends is ook een game as a service en die kwamen ook meteen met een roadmap. Ja, maar daar wil ik wel onderscheid in maken. Het gaat mij vooral om de singleplayer ervaringen, de verhalende ervaringen, de dingen als Division en zo. De Division lijkt nu redelijk alles op orde te hebben op de release. En weet je, alles wat extra komt is mooi meegenomen. Ja. Maar vooral de verhalen en dan vooral een game als Anthem, een game als Destiny ook, want die was ook heel karig, Destiny 1, tijdens de eerste release. En het is later goed gekomen met de Taken King uitbreiding. Wat ook pas een jaar later was, waar je ook weer €40 extra voor op neergelegd. As a service. Dat kan ik ook niet helemaal goed praten, ondanks dat ik echt een groot fan ben van Destiny. Dat had ook gewoon meteen goed moeten zijn. Je moet mensen kunnen engagen, je moet mensen vast weten te houden met het basispakket die je hebt. Ja, en op het moment dat je merkt, de mensen zijn op het einde gelopen, dan moet je een maand of twee later kunnen zeggen, bam, hier heb je nieuwe uitbreiding. Ja, ja. Voor een tientje of gratis of hoe dan ook. En dan kan je weer verder. En zo hou je mensen vast. Ja, ik denk dat Apex dat nou goed doet. Die zijn goed gelanceerd en die hebben zoiets van, hey, als je er straks voor uitgekeken bent, we komen met extra content, we komen met extra heroes. Maar bij Apex, multiplayer games vind ik een game op, hoe moet ik zeggen, de uitbreidingen bij multiplayer games hebben over het algemeen niet heel veel invloed op de game zelf. Want bij Apex krijg je een nieuwe character erbij. Waarschijnlijk. En er komen waarschijnlijk binnenkort nieuwe maps en een battle pass en zo. En wapens en skins. Maar de game zelf staat op zich. Ook met de basis 8. Ook met de ene map die je hebt. De game staat. Het is free-to-play. Het werkt fantastisch. Het heeft mij al heel veel uren van mijn leven gekost. En level 66 of zo ben ik nou bizar. Mooie flex. Even ze erin gooien. Oh, die kunnen we niet hebben. Ja, precies. Ik maak je af. Pathfinder all the way. Maar Dat staat. Dat is een basis. Dat is iets van, oké, mensen kunnen zich eraan committen. Die houden zich eraan vast. Die investeren die uren in. Die blijven engagen. Ik ben dan ook iemand, dat is free-to-play. Ik denk bij mezelf, hier, heb je een tientje van me? Ik heb heel veel lol gehad. Ja, ja. Weet je, maar daarom, kijk, op de grond van Apex zou ik zeggen, om het terug te brengen naar de stelling, een vloek is wat hyperbolisch, zou ik zeggen. Is een beetje aan de overdreven kant. Want er zijn gewoon een bepaalde genres en bepaalde soorten games waar games as a service gewoon prima kan werken. Free-to-play games, die moeten wel aan games as a service geloven. Ja, omdat je op die manier moet verdienen. Ja, dus een Apex is ook heel logisch. Dat wil ik buiten schot houden. Want free-to-play moeten natuurlijk een verdienmodel hebben. Ja, dus in die zin zou ik niet zeggen dat het een vloek is of zo. Maar meer gewoon een goedwillig tumor. Ja, nee, ik weet niet, maar er zit een goede kant tumor. En een goed aardige tumor. Er zit iets goeds aan en er zit iets minder goeds aan. Niet dat het met tumor zo is, daar wil ik ook niks over doen. Maar ik bedoel, Het zwaard snijdt aan twee kanten. Nee, ook een Fallout 76 bijvoorbeeld. Dat buiten het feit dat het echt een kapotte game was. Ja, ook dat, €60. Ook €60 bij release en beloftes. En er is 2 weken geleden een roadmap uitgekomen van de appellachen update en heel veel wat. Maar wat dacht je ervan om gewoon zeg maar een game te maken eerst? Gewoon dat die doet. Ik denk dat games as a service bestaansrecht hebben en ik denk dat het kan. Het is alleen zo dat er nou gewoon in een korte periode zijn er gewoon heel veel voorbeelden geweest van games die dat concept pakken. Van, oh, dat vinden we leuk, gaan we proberen. Games as a service. En het vervolgens verneuken. Ja. Dus ik denk niet per se dat het idee is niet per se een vloek. Maar hoe er nu mee gedeeld wordt, dat is waar we voor moeten passen. Het wordt moedwillig wordt het verneukt. Misschien wel. Ik weet niet. Ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand bij Bethesda zegt, zullen we deze game verneuken? Het is echt minimum effort wat erin zit. Dat misschien wel, ja. En dat is echt het probleem. Buiten het feit, de markt begint oververzadigd te raken met al die games. En dat is ook een probleem in de industrie. Want dus elke keer we gaan met de hype mee. Uiteindelijk zijn er
12 van dezelfde games en dan vallen er dan 10 af. Omdat je hebt maar zoveel tijd en geld wat je kan verdelen. Dus je hebt nou Destiny, je hebt nou Anthem, je hebt nou The Division, je hebt nou Warframe. Ik kan er maar één, misschien twee tegelijk spelen hoor. En ik heb ook nog gewoon games als Sekiro die eraan zit te komen. Dat wil ik ook nog spelen. Ja, maar ik denk dat een overdaad aan games nooit per se verkeerd is. Want dan kan iedereen gewoon iets kopen waar die zelf... Maar wel een overdaad aan dezelfde soort games. Dat is wel een probleem. Ja, dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Maar tegelijkertijd, weet je, zo scheid je het kaf van het koren. Als er veel games zijn, dan blijven de goede bovenaan liggen. Maar het is wel treurig. Dat is niet Anthem, dat is niet Fallout 76. Nee, zo maar voelt het nu. Het is treurig dat zo'n bedrijf als BioWare met een Anthem, waar ik echt ontzettend veel potentie zie, dat het zo'n lackluster slecht idee is geworden. Dat ik denk, het had het zoveel beter kunnen zijn. Ik denk dat het idee goed is. Ja, de uitvoering is gewoon kut. Het had zoveel beter kunnen zijn. Het is allemaal, en dat denk ik echt, om Game as a Service. Ik denk dat EA uiteindelijk naar BioWare is gekomen. Leuk idee, hoe verdienen we er meer geld aan? Ja, dat is klinkt als EA. Ja, en toen is er geknipt en geplakt. En een roadmap, in elkaar gefrankensteind. Dat praat de bugs en alles niet goed, want Anthem werkt nog steeds niet. Want de PS4 crashen en het is verschrikkelijk. Maar gewoon het feit dat de game niet voelt zoals ik hoopte dat het zou worden. Dat heeft echt te maken met de games en service. En dat doet pijn inderdaad. Ja. Want ik had een Anthem, had ik echt honderden uren kunnen verslingeren. En nu denk bij mezelf, ik wacht een paar maanden, 20 euro budgetbak. Nou, voor 20 euro in de budgetbak hoef je denk ik niet een paar maanden te wachten. Nee, dat klopt. Maar die liggen volgens mij gewoon al her en der verspreid voor richting die prijs. En ze moeten ermee ophouden. Op een gegeven moment is het klaar. Misschien moet EA er heel even mee ophouden. Ik zou wel zeggen dat er zijn een heleboel partijen die games as a service wel, zeg maar, in ieder geval relatief kosher aan kunnen pakken. Ja. En er zijn gewoon een heleboel games die games as a service nodig hebben. Wil niet zeggen dat het zomaar overal opgeplakt moet worden, maar je moet er aandachtig mee omgaan. En je moet wel een goed plan hebben. En niet zomaar zeggen van, oh, games as a service. Dat is nu een ding. We zijn gewoon toegestaan early access games voor 60 euro in de schappen te leggen. En dan noemen we het wel games as a service. dat moeten we niet hebben. Dat is echt, dat wil ik ook maar afstellen. Game as a service kan in potentie ontzettend goed zijn, maar dan moet het echt met heel veel detail en heel veel liefde zijn uitgewerkt. Het moet niet zomaar zijn dat je denkt van, cool, we happen het in delen, we verkopen het in delen, het is klaar. Je moet gewoon een idee hebben, dit is het basispakket, die is al goed op zichzelf. En vervolgens, daar gaan we op voorbeduren. En dan ga je op voorbeduren. Apex. Ik bedoel, wat zou jij doen? Als ik een game speel, die is 40 uur lang, ik heb me ontzettend vermaakt, dan wil je toch meer? Dan ga je vanzelf wel dat tientje neerleggen. In plaats dat je een of andere skeleton game neerzet van 8 uurtjes, denk je van jezelf, ja, fuck it. Mooie soort van beschrijving van Anthem. Ja, ja maar dat... Maar oké, okay, ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Het is, je moet waken voor de partijen die games as a service gebruiken als een excuus om niet een volledige game af te leveren. Ja. Ik ben het alleen niet eens met de stelling. Ik denk niet dat het een vloek is. Ik denk alleen nu dat bepaalde partijen het gebruiken als een vloek over ons. Dat is het meer. Ja. Het is een soort van bezwering van Electronic Arts. Tegelijkertijd, Apex doet het wel goed, weet je. Ja. Ook EA. Ja. Dus, maar goed. Ja, er zijn kansen, maar er zijn ook valkuilen. Precies. Singleplay moet het niet meer doen. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Singleplay, alsjeblieft. Gewoon, leuk verhaal, compleet. Hartstikke top. Misschien een beetje DLC. Mag je later DLC voorbrengen? Dat mag ook nog. Precies. Niet alles hoeft games as a service te zijn. Maar dan zeggen, ik wil ook best DLC voor 20 euro betalen. I don't care. Ja, als het waard is. Als het leuk is. Sure. Ja. Okay. Nee, dus ja, gewoon mee ophouden. Oké, okay, ik zit iets meer... Ik geloof nog in de goedheid van het concept. Maar goed, wat vind jij ervan? Dat is een beetje ons uitgangspunt. Dat is wat Amador ervan vindt. Dit is wat ik vind van games as a service. Vertel ons wat jij ervan denkt. Welke games pakken het goed op het hele service gedeelte? Welke niet? Praat gewoon lekker mee. En natuurlijk, volgende week hebben we weer een nieuwe stelling van de week. Dus mocht je zelf een leuk onderwerp hebben, of heb je zoiets van, waarom praten ze nou weer over games as a service? Geef een ander voorwerp of onderwerp, dan gaan wij er lekker over doorlullen. Precies. Amador, bedankt voor je mening. Yes, Tom, jij ook. Wil je meer horen van die mening, dan kun je natuurlijk ook gewoon langskomen bij de Gamersnet podcast. Die staat tegenwoordig ook gewoon op Spotify, naast Soundcloud en iTunes en natuurlijk Gamersnet.nl. En dan ben ik langer boos dan nu. Dan ben je veel langer boos over Games as a Service dan nu. En dat is helemaal prima, want daar zijn podcasts voor. Dus check ons ook een keer daar. En anders tot snel bij een andere video of nieuwtje of trailer of preview of review of video van Gamersnet.nl. Doei! Goeie afsluiting hoor. Ja, vond ik ook wel vlot gaan. Ja. Meestal crash ik vaker. Midden in een zin. Ik denk. Ah, en dan komt weer de rest van de zin. Ja. Nee, deze ging wel goed.